slavernij met mensen was, is de bio-industrie met dieren. Mm-hmm. Alleen er komen steeds meer mensen die zien dat dat niet meer kan. En die daar wat van gaan zeggen. Dus vanuit mijn stichting ben ik continu bezig met projecten die bijdragen aan bewustwording. De bio-industrie is een voorbeeld. Nou, ik ben naar die Indianen in North Dakota gevlogen. Toen die opstand was tegen die pijpleiding. Dat hele grote kamp. Nou, ben ik samen met Lex, van cameraman en mijn filmmaatje, zijn we naar North Dakota gegaan. Hebben een film van gemaakt. More Than a Pipeline. Gewoon om vanuit de stichting om aandacht te vragen voor dat een van de meest spirituele volken ter wereld keihard wordt onderdrukt door de Amerikaanse overheid. Mm. Net als de Tibetanen door de Chinezen worden onderdrukt, worden de Indianen door de Amerikaanse overheid onderdrukt. En dus mensen stonden daar vreedzaam te protesteren met ceremonies en veren en werden daar met grof militair geweld werd erop ingehakt. Nou, daar hebben we een film van gemaakt van een uur. Is gratis, want het is een non-profit project. Staat online, morethanapipeline.com. Kun je zo gratis kijken. Dat zijn projecten die we doen om te laten zien waar die brandhaard. Ik ben nu weer bezig met een project waar ik nog niet te veel over kan zeggen. Maar dat is weer zo'n soort thema. De zware brandhaarden en de zware problemen op deze aarde probeer ik op die manier aan de kaart te kijken. En ik denk dat we daar met z'n allen mee bezig mogen. Dat we dus enerzijds met onszelf bezig zijn. Met onze eigen bewustwording en ontwikkeling. Mm-hmm. En anderzijds ook kijken naar, hey, wat kunnen wij nou doen om licht te schijnen op die donkere plekken. Zodat het sneller gaat. Want het is 10 voor 12 in die zin dat we niet alleen het lijden van mensen wat onnodig is, maar ook de boel gaat er ook van kapot. Mm-hmm. Met alle uitstoot die er is, alle vervuiling van oceanen, overschot aan plastic. We maken de boel gewoon keihard kapot. En al die dingen moet aandacht voor komen. Mm-hmm. En ik hoop, en daar zijn we in onze community ook mee bezig, dat er heel veel mensen komen die geïnspireerd raken en die ook films gaan maken. Mm-hmm. Die geïnspireerd raken en projecten aangaan en ergens naartoe gaan en dingen gaan oplossen en met mensen in gesprek gaan en elkaar in krachten bundelen. Ja, dat is dus 10 voor 12 en wat mijn oplossing daar. Of in elk geval mijn aandeel in de oplossing daarvoor is. Ja, ik denk dat dat ook eigenlijk de enige manier is om het te doen. Omdat wat je daar straks ook al aanhaalde. Ik denk dat de huidige machtshiërarchieën zoals die staan, die structuren, die zijn veel te verzeild. Dat sloop je niet zomaar. En de enige manier om dat goed te regelen is als er vanuit de bevolking vraag naar ontstaat. En dan zie je in het bedrijfsleven de eerste wijzigingen. En die sijpelen dan wel weer door naar de overheid. Ja. En dan dat is hoe die verandering moet plaatsvinden. Correct. Dat is echt een olietanker. En dat gaat denk ik nog wel even duren. Maar het is wel belangrijk dat die wordt ingezet.